Mijn naam is Sjoerd van Bielsen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, aan het begin van deze eeuw had het kennelijk grootse plannen met de Europese markt. Ze wilden juist een tegenhanger worden van BMW, Mercedes-Benz, Audi, noem maar op. De premium merken. En daarmee wilde de Amerikanen graag heel graag concurreren. Want die positie die zij juist in Amerika aan het verliezen waren, die wilden ze juist in Europa compenseren. En zo werd er zelfs voor de Europese markt een lokaal importeur aangesteld. Privé importeur. Noodbene Kruimans uit Nederland voor heel Europa. Maar er werd ook gewerkt aan een model. Specifiek voor de Europese markt. En die zie je hier staan. Dit is de Kellek BLS. Een sedan, zoals die hier staat. Maar ik kwam erin nog een variant. En dat is in een station wagon vorm. Maar weet je dat er meerdere varianten gepland stonden? Jazeker, maar die zijn allemaal afgeschoten. En waarom? Dat leg ik uit in deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, toen ze bij Kennelijk begonnen na te denken over die plannen om de Europese markt te gaan aanvallen, toen kwamen ze met het idee: we moeten een model hebben voor de Europese markt in het bijna grootste zakelijke. Het uh, fanatiekste segment dat er in Europa is. En dat betekende dat eigenlijk die CTS een fractie te groot was om juist volume te creëren. En zo bedacht ze een model onder die CTS. En dat is deze BLS. Maar ja, ik zei het al hè. Auto, specifiek voor de Europese markt, hoge investeringskosten. Je wist natuurlijk niet wat de uiteindelijke verkoopcijfers zouden worden, dus moest er gekeken worden naar kostenbesparingen. En zo werd er gekeken vanuit General Motors Amerika naar de Europese markt: welke merken, welke onderdelen hadden ze op dat moment in handen in Europa? En toen maakte Opel nog deel uit van General Motors en toen leefde ook nog het merk Saap, het Saap dat in 2001. Elf helaas is gestorven en opel dat natuurlijk in 2017 ongeveer is afgestoten aan PSA, later stellantis maar juist met die twee merken daar zat gelijk naar te kijken daar moeten we ja synergy uithalen daar moeten we mee samenwerken om tot dat europese product te komen en uiteindelijk werd er natuurlijk gekozen voor Saab want dat was het premium merk binnen general motors europe om juist een goede basis te vormen voor een premium model zoals de Cadillac BLS. Dat is dus niet die Opel, nee juist die Saab. En wat was nog een reden? Want ja, door die samenwerking tussen Cadillac en Saab zou je ook Saab nieuw leven in kunnen blazen. Die heren daar in Zweden die hadden een overcapaciteit van de fabriek. En dus zou de productie voor die specifiek voor Europa ontwikkelde BLS... die zou in Zweden kunnen worden ondergebracht. En dat is natuurlijk ook weer goed voor de efficiëntie van die fabriek. Ja, kort daarvoor was er notabene nog sprake van... om gewoon de hele productie van Saab bij Opel in Duitsland onder te brengen... en dan maar af te zien van die Zweedse productie juist ook weer met het oogpunt op kostenbesparingen. Ja, en zo vormde de Saab 93 de basis voor deze kennelijke BLS. 80% van alles wat je onderhuids vindt is gedeeld met Saab. Juist, 80%. En als je dan naar de auto kijkt, dan denk je van maar daar zie ik er eigenlijk helemaal niet aan af. Nee, dat klopt. Tenzij je naar de vooruit kijkt. En natuurlijk die 9-3 zo op je netvlies over, Die vooruit, het dak, de zijramen, de portieren. En nog een paar kleine details. Die deelt hij één op één met die Saap 9-3. In dit geval dus hè, met die Saap 9-3 sedan. En dus ook die Station wagon deelt weer dat met die Sport Estate van de Zweedse autofabrikant. Ja, en toen gingen ze verder kijken. Ik zou je iets sterker vertellen? Hij was al aangekondigd. Ze keken ook naar die cabriolet, die Saab 9-3 convertible. Daar zouden ze ook een Cadillac een BLS convertible van maken, totdat ze eigenlijk de auto zagen staan. En als je dan kijkt naar hoe specifiek design dat die Saab 9-3 cabriolet heeft, dan was het heel moeilijk om daar een Cadillac van te maken met een totaal eigen gezicht. Met name als je kijkt hè, naar zo'n cabrio, hoe is die opgebouwd? Je hebt natuurlijk die voorruit op die 9-3. Super karakteristiek met die boging, die panoramische ruit. Dan natuurlijk de soft-op, die kun je niet zomaar 1, 2, 3 in het designproces aanpassen. Je zit vast aan die waarde, aan die afmetingen aan die constructie van die kap. Bovendien, als je hem zo totaal zou wijzigen. Hoeveel kosten brengt dat met zich mee? En natuurlijk, wat ik al zei, voor die sedan hebben ze gekeken naar gelijkwaardige deuren. Dat ze een op een in principe uitwisselbaar zijn. Dat zou dan ook gelden voor die 9-3 Cabriolet met die Cadillac BLS Convertible. Ja, en zo keken ze naar de auto. Ze hadden er een Cadillac-sausje overheen gegoten, maar toch zeiden ze: van ja, maar die. Dat zie je er echt aan af dat het een tweeling is? En laten we eerlijk zijn, als je naar deze bls Sedan kijkt, dan zie je hier eigenlijk totaal niet een Saab 9-3 in. Kijk eens naar hoe ze dat design hebben, ver-Amerikaans. Als je kijkt naar die Saab 9-3 met zijn ronde lijnen, die heeft eigenlijk een wat vrouwelijker vorm dan die. Kerlek zoals die hier staat. Hier hebben ze meer gekozen voor die rechte lijnen, de designstijl van het begin van deze eeuw met die hoekige lijnen en die kolossale koplampen met natuurlijk die statige Kerlek gril Dit is gewoon zoals je me hier ziet staan, een Kerlek zoals we een Kerlek uit die Amerikaanse designcenters zien komen, zoals een CTS, maar ook als een XLR. Ja. Het sausje wat ze over die Saab 93 konden gieten, He, ze hadden maar 20 zei ik al, als ze eigenlijk die flexibiliteit binnen alles wat ze eraan konden doen. Maar hier staat een ras-echtige als je kijkt naar het ontwerp. Ja, de auto werd gepresenteerd als een conceptcar in 2005. Een jaar later werd dan de productieversie voorgesteld. Die auto was één op één gelijk aan dat studiemodel. En vervolgens ging die natuurlijk in productie. Op dat moment. Gaf ook kennelijk de foto's vrij van de Station Wagon variant, die vervolgens in 2007 op de markt kwam. Ja, een lang leven is deze BLS niet beschoren gebleven. Hij is slechts gebouwd van 2006 tot met 2009. En waarom? Omdat de verkoopaantallen tegenvielen. De belangstelling vanuit de markt was niet zo groot als dat Kellk had voorzien. Ze dachten juist met de toevoeging van die BLS te kunnen groeien naar 15.000 auto's op jaarbasis 2010. En dan in de beginjaren met die BLS juist. Instromend in dat segment zouden er ongeveer 10.000 verkocht moeten worden. Waarvan 75% dus in de vorm van deze BLS. Die resterende auto's die werden dan opgevuld door bijvoorbeeld die CTS en die XLR die ik al eerder noemde. Maar ja, uiteindelijk. Hè... 60% van de verkoop van die BLS zou dan ook nog eens een keertje opgeëist moeten worden door die stationwagon variant. Maar ook die kon het tij niet keren voor die BLS. En zo verdween de BLS weer in 2009 ten tonelen. En als je het dan hoort, ja, de auto, het was geen commercieel succes. Het was geen verkoopknaller. En we horen de kerkklokken horen we al luiden. Het afscheid, het doek voor deze Kellek viel al snel. Heeft hij een opvolger gekregen? Jazeker. Maar toen dacht Kellek, we moeten niet die auto alleen voor Europa doen. Want we zijn het al, verkoopaantallen viel tegen. Op zijn hoogtijdagen slechts 2000 stuks afgerond, verkocht. Maar juist, hè, juist die opvolger, dat werd weer een wereldauto die verkocht werd in Amerika in Europa en zelfs in China. Die ATS. Die ATS die kwam overigens niet als station wagon, maar die kwam er als sedan en als coupé. En vandaar dat voor die BLS de klokken luid luiden, want daarmee werd de afscheid genomen van een Cadillac die specifiek voor Europa was ontwikkeld en eigenlijk ook weer min of meer bijdroeg aan het einde van Saab.